RSM Puls. Goedendag allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van RSM Puls. Mijn naam is Moerad en ik zit hier vandaag met Gideon. Goedendag. En vandaag gaan we het hebben over een van Gideons favoriete onderwerpen. We gaan het hebben over. Ja, de circulaire economie. Uh, zelfs een onderdeel waar. Uh, ja. Waar ik, uh, waardoor ik de richting op ben gegaan waar ik, uh, waar ik nu zit. Duurzaamheidsconsulting. Uh, dat kwam door uh, in aanraking te komen met circulaire economie als eerste instantie. Dus uh, ja, wij wel bekend. Nou, dat, is, uh, dat, dat, dat belooft veel goeds voor deze aflevering. Um, nou, voor, uh, wanneer we het hebben over uh, circulaire economie. Dit is niet uh, een onderwerp waar ik heel erg in thuis ben. Uh, maar wel een onderwerp waar ik me meer in ben gaan verdiepen. En tijdens het verdiepen in het onderwerp dacht ik, jemig, wat is dit een rabbit hole? Ontzettend complex. Maar je wordt er wel heel hoopvol van. Omdat je ziet van hey, er wordt wel echt over nagedacht. Er wordt heel veel over geschreven. En het is een compleet andere manier van denken dan uh, de wereld gewend was uh, ja, de afgelopen. Uh, Hoeveel jaar bestaat de wereld Gideon? <laughs> ja, dat is een goede vraag. <laughs> nou, goed. Voordat we het onderwerp induiken, uh, doen we onze standaard rubriek. De verbazing van de week. Deze keer uh, heeft Gideon zich helemaal kapot verbaasd. Jazeker, ja. deze, deze keer over voeding. Uh, nou ja, belangrijk voor iedereen natuurlijk, voeding. Uh, zonder uh, kunnen we niet. Uh, en ik kwam me kop tegen dat uh, bijna drie kwart van de maaltijdmixen. De maaltijd mixen hè, de die uh, toch veel mensen gebruiken thuis tijdens het koken. Uh, dat die het gezonde zoutniveau overschrijdt. Uh, en dat is natuurlijk niet iets nieuws: dat uh, ongezonde voeding uh, vaak goedkoper is of heel uh, aangeprezen wordt. Uh, maar toch verbaas ik me erover. Want er zijn, er zijn zoveel mensen die, uh, of niet zonder dit soort mixen willen of kunnen koken, of door een drukke levensstijl, uh, drukke banen, kinderen, et cetera, uh, dus daarop uh, bouwen. Uh, en ja, het blijft me verbazen dat als je de gezondere keuze wil maken, dat je daar vaak extra moeite voor moet doen. Of dat het duurder is om het wat makkelijker te maken. Uh, terwijl, ja, terwijl het eigenlijk die ongezonde voeding wordt eigenlijk niks in de weg gelegd. Uh, dus je mag en kan adverteren, en dat moet natuurlijk ook kunnen, uh, met alles wat uh, een goed kenmerk is of wat mooi is aan je product. Uh, maar waarom staat er eigenlijk dan niet op? Pas op, hier zit een grote hoeveelheid zout in. Uh, of dat soort gezondheidskenmerken. Uh, of juist kenmerken van ongezond voedsel. Uh, ja, waarom wordt, wordt dat niet makkelijker gemaakt voor, uh, voor de consument? Uh, er zijn natuurlijk initiatieven voor. Maar goed, ja, die werken toch uh, tot op heden nog niet zo uh, goed. met uh, uh, kleurencodes en dat soort dingen. Uh, dus ja dat, uh, ja, dat blijft me toch verbazen. waarom het zo makkelijk is om ongezonde voeding eigenlijk te kopen. en veel moeilijker om. Uh, ja, een gezonde voeding te komen en een gezonde levensstijl daarmee uh, aan te halen. Ik heb denk ik een leuk bruggetje voor het onderwerp. Wat ik me kan herinneren was dat er vorig jaar in het nieuws stond dat uh, dieren blijkbaar best wel veel plastic gevoed krijgen uh, in hun voeding. Dus dat je allemaal afvalvoer hebt uh, waarvan. Uh, nou, Degenen die, die het weggooien het niet eens de moeite waard vinden om uh, het afval uit het plastic te halen. Dus dat werd allemaal uh, in, de, in de versnipperaar gegooid. En dat kwam ook terecht in de voeding van koeien. En uit onderzoek bleek dat wij wekelijks een kwart van een pinpas naar binnen werken aan zuivelproducten. Dus... Nou, eigenlijk... Ja, met microplastics ja. En, uh, en dat. Ja, ja die, die onderzoeken zijn heel bekend. Je hebt natuurlijk onderzoeken dat, dat, dat vogels, dieren in de, in de natuur uh, dat soort dingen opeten. Maar uiteindelijk komt het gewoon in je voedselketen terecht. Uh, en dus ook in ons lichaam. En de effecten daarvan zijn eigenlijk nog niet zo, uh, niet zo heel bekend op de lange termijn. Wat al die microplastics in ons lichaam, ook in onze bloedbaan zelfs tegenwoordig, ja. uh, is onderzoek naar gedaan. Wat dat eigenlijk doet op de lange termijn. Waarom ik dit een leuk bruggetje vind, is: dit is volgens mij een voorbeeld van hoe de circulaire economie niet moet. Maar hoe moet die dan wel? Laten we eerst even beginnen bij de vraag: van. Ja, ik zie je lachen, die was leuk. Hè? Ja. Laten we eerst beginnen bij de vraag: Oké, okay, nou uh, Gideon, weet je, dit is jouw onderwerp, dus ik, ik ga de spotlight niet van je afnemen. Wat is de circulaire economie? Ja. Ja, een, uh, een breed concept eigenlijk. Uh, en het is makkelijkst om uit te leggen waar we vandaan komen. De huidige economie is een lineaire economie. Met andere woorden, we halen dingen uit de grond, uh, uit de natuur. Uh, daar maken we producten van. En aan het einde gooien we het weg. En daar houdt het eigenlijk op of het wordt verbrand, of het komt weer ergens in de natuur terecht. Maar ja, er is een eindpunt aan, aan hoe we die producten gebruiken. En het doel van die circulaire economie is om een systeem te creëren van productie en consumptie op een manier waar eigenlijk afval geëlimineerd wordt, uh, waarop grondstoffen en materialen zo hoogwaardig mogelijk gebruikt worden en hergebruikt worden. Uh, ja, dat is het eigenlijk uh, in een notendop, uh, en dat kan alleen bereikt worden door het herzien uh, van huidige producten, van supply chains, van productieprocessen, uh, om tot een systeem te komen binnen ketens. Uh, dat werkt tussen bedrijven, partners en, uh, en consumenten. om alle materialen die we gebruiken. zo lang mogelijk in, uh, ja, in dezelfde omloop te houden. Dat is het eigenlijk in een, uh, in een notendop. Vandaar het woord circulair. Vandaar het woord circulair. Nou, bij deze mijn toevoeging. Nee, <laughs> um, Oké, okay, nou kijk. Weet je wat, wat je zegt? Het klinkt logisch, hè? het meeste halen uit wat er al bestaat, dat klinkt mij volgens mij ook wel. Een, uh, voor mij klinkt het ook wel als een logisch concept als je het gaat hebben over een economie. Hè? De ja. verdeling van schaarse middelen, als je de, die middelen zo lang mogelijk schaars kan houden, nou dat zou goed, zou zijn, dat zou goed moeten zijn voor de economie. Maar uh, waarom gebeurt het dan nog niet? Want het, het is wel belangrijk. Maar waarom, zit, ja. waarom denken we daar nu pas aan? Nou ja, wat we zien is dat. Kijk, als je, als je naar de milieuproblematiek kijkt die het, uh, die het veroorzaakt. daar is gewoon lange tijd niet veel aandacht voor geweest. Dus dat is nu een reden dat we er meer aandacht aan gaan besteden. Uh, maar economisch gezien in het verleden is het uh, niet direct nodig geweest. Uh, want wij zijn zo goed geworden in het produceren van goederen. op een effectieve manier, op een efficiënte en goedkope manier. dat we heel gemakkelijk uh, nieuwe producten kunnen produceren. En eigenlijk veel makkelijker nieuwe producten kunnen produceren dan dat we nog iets kunnen met gebruikte goederen. Dus dat, ja, dat uh, daardoor komt dat eigenlijk. Ik voel echt een, een hele mooie connectie met een uh, artikel dat we een enige tijd geleden geschreven hebben. Um, voor de luisteraar, die kan je vinden op The Voice of Strategy and Sustainability op onze Engelse website, rsn.global en dan Nederland. Um, dat gaat namelijk over um, e-waste. Je hebt het over, we kunnen producten steeds makkelijker maken, efficiënter maken. Er kunnen er meer van gemaakt worden. Um, maar weet je, je moet eens nadenken van, elk jaar of om de twee jaar hebben mensen nieuwe telefoons, nieuwe oortjes, wasmachine anders, eh, vaatwasser. Dat soort cases zijn reëel. Dus die techspullen die, uh, die worden snel oud met uh, al die innovaties, die houden de innovatie echt niet bij. En daardoor groeit de berg aan uh, elektronisch afval hè, de, in het kort e-waste. Um, en, en dat spul, daar ja, zitten gewoon heel veel gevaarlijke stoffen in. Hè. Denk aan lood, denk aan kwik. Uh, maar er zitten ook waardevolle uh, materialen in. Hè. Ruwe materialen, maar ook dingen zoals uh, goud. Uh, wat teruggewonnen kan worden. En daarnaast ben je ook nog eens duurzaam bezig. Uh, dus ja, dat, dat onderwerp, dat is eigenlijk gewoon precies wat jij zegt, hoe je dat net in een bredere context schetste, van het is eigenlijk gek dat met economisch denken en het economische principe dat al die producten die nog wat waard zijn, nadat de consument er klaar mee is, dat er eigenlijk niks mee gedaan wordt. Ja. Dat is toch gek? Nou ja, dat is uh, naar mijn mening ook waar die circulaire economie om gaat. Uh, dat je zorgt dat je die producten en goederen uh, zo lang mogelijk en zo hoogwaardig mogelijk kan blijven gebruiken. Dus ja, wat we in die lineaire economie eigenlijk hebben gedaan, is je produceert producten. Daar gaat een heel proces aan vooraf. Ketens zijn ontzettend complex en daar zijn we heel goed in geworden. Maar vervolgens gebruik je dat product eigenlijk veel te kort. Uh, veel korter dan zou moeten kunnen met de materialen die erin zitten. Uh, en vervolgens vernietig je eigenlijk weer wat je hebt opgebouwd. Want je vernietigt weer uh, je producten na het gebruik. Dus ja, daar zit zo'n. Inefficiëntie in in dat, dat economische denken... hoe we dat de afgelopen jaren gedaan hebben. En dat kan, ja, naast dat het duurzamer kan... Uh, want daarvoor is het natuurlijk ook nodig... Uh, kan het op een economisch veel efficiëntere manier. En dat is ook aangetoond uh, dat het banen zou kunnen brengen. Uh, en dat uh, ja, de waarde daarvan van die materialen... veel beter uh, bewaard blijft. Ik, uh, ik, ik ga jouw punt onderschrijven, Gideon... met het uh, voorbeeld uh, dat we net uh, hebben genomen van, uh, van e-waste... Um, dus als je gaat kijken, in 2014, ik heb, uh, ik heb de, de statistieken voor me. In 2014 uh, produceren we wereldwijd uh, ongeveer 42 miljoen ton aan e-waste. En uh, dat zou uh, in 2025 kunnen oplopen tot 62 miljoen ton. Uh, dus als je dacht dat het in 2014 al veel was, dan zie je op jaarbasis gewoon steeds een groei. Waarvan we nu op 72 miljoen ton zitten. En dat betekent gewoon bijna 8 kilo per bewoner van, van deze planeet. Wat gewoon, wat gewoon bizar is, 8 kilo. Ja, het zijn bizarre hoeveelheden als je dit soort totalen hoort. Het is niet voor te stellen hoe dat, er, uh, ja. hoe dat eruit ziet. En nog, no, wat het nog kwalijker maakt, is dat het blijkt dat maar 20% van deze e-waste dat dat, uh, gerecycled wordt. Ja. Maar dat is dus ook het, nou ja, daar, daar hoor je het eigenlijk al in. Uh, als je kijkt naar recycling bijvoorbeeld. Recyclen is eigenlijk waar je de meeste mensen over hoort. Als je denkt, we moeten uh, die materialen gaan hergebruiken. En dan is het, ja, we moeten gaan recyclen. Uh, maar ja, eigenlijk is dat pas een hele late stap in wat je zou willen doen met producten. Want wat je met recyclen doet, is een product wat waardevol is. Namelijk componenten of uh, volledige producten. helemaal uit elkaar halen. Soms zelfs in een shredder tot uh, minder waardevolle producten. Want een metaalstukje is een stuk minder waard in allerlei stukjes dan dat het een component is. Uh, om daar vervolgens weer wat nieuws van te maken. Dus ook bij recyclen. Uh, vernietig je eerst een stuk waarde dat je hebt gecreëerd. En daar ga je dan weer wat nieuws van maken. Terwijl je door slimmer die economie in te richten, kan je dus ook zorgen dat je het niet hoeft te recyclen, dat je niet hoeft te shredden. Maar dat je bijvoorbeeld een modulair. ...product hebt waarvan je zegt... ...je hebt een, een circuitboard, een moederboard... Van je, uh, ...van je systemen... ...en dat je daar stukjes uit kan halen... ...en stukjes weer terug in kan zetten... ...met bepaalde upgrades. Uh, dat zie je met uh, nou ja, bijvoorbeeld een Nederlands voorbeeld... Uh, ...in tech is, uh, is Fairphone. Die heeft geïntroduceerd dat je modulaire telefoons hebt. Dus uh, dat je een telefoon hebt... ...en dat als de batterij... Uh, ...beschadigt of niet meer goed werkt... ...door gebruik, dat je die simpel kan vervangen... ...in plaats van nou ja, bijvoorbeeld... ...met uh, andere telefoons die we kennen... Ja. Uh, dat dat eigenlijk niet te doen is als je dat zelf wil doen. Dat dat zo geproduceerd is dat je het niet zelf kan vervangen. En dat het dus wel afval moet gaan worden, bijna. Dit is een, 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 een voorbeeld wat we eigenlijk in elke industrie uh, terug zien komen. En de reden dat ik nog een ander voorbeeld wil geven is. We moeten dit echt breed trekken, hè, want dit is overal van toepassing. Dit is gewoon letterlijk, zoals het woord zegt, van toepassing op de hele economie. En, een ander mooi voorbeeld is uh, de scheepvaart. Je hebt van die uh, gigantische schepen en die hebben dan een, een levensduur van vaak uh, ongeveer 30 jaar. Uh, en die schepen die bestaan dan 80% uit staal. En afhankelijk van de, van de schepen uh, vaak ook nog de, de, de rest, ongeveer 15% bestaat dan uit hout. Maar wanneer die zijn uh, 30 jaar achter de rug heeft, kan je eigenlijk nog heel veel met die materialen in die schepen. Kijk, misschien niet zoveel met die elektronica of whatever daarin zit... Maar met de rest, daar kan je nog heel veel mee. Er zitten nog heel veel uh, waardevolle materialen in. En wat wij zien, direct ook bij onze klanten, wat wij zien, is dat in die industrie nou enorm de vraag naar boven komt: van ja, maar hoe regel ik nou design voor recycling? Design for reuse? Design for circular economy? Hoe kan ik mijn. Uh, nou, het, het, hetgeen dat ik aanbied, het, het fysieke product wat ik aanbied, dermate ontwerpen dat wanneer die zijn economische levensduur gehad heeft, of wanneer die uh, gecrashed is en niet meer gebruikt kan worden, of wat het ook mag zijn, hoe kan ik er dan voor zorgen dat het ook makkelijk voor mij is om daar de maximale economische waarde uit te halen, wat in combinatie ook nog goed voor jou als bedrijf is. Wanneer je moet gaan rapporteren, wanneer je uh, moet gaan verantwoorden, waarom je zoveel uh, uitstoot hebt gehad, waarom jouw, jouw inkoop zo inefficiënt eruit ziet. Hè. Dat gaat bijvoorbeeld uh, binnen de CSRD gaat dat veel losmaken en dat is ook iets waar je direct op zal moeten rapporteren. Ja. Wat wij zien is dat heel veel bedrijven toch wel nadenken van oké, okay, uh, hoe ver wilt mijn, uh, moet ik mijn circulaire use uh, in, in 2030 gaan brengen? Nou, dit, dit zijn wel de eerste stappen hè, van oké, okay, je moet al vooruitdenkend nou, hebben van nou, weet je, als ik die producten ga inkopen of die producten ga maken, hoe gaat het dan in de toekomst eruit zien? Ja, hoe kan ik daar in de toekomst dan mee omgaan? Ja. Ja, het is grappig dat je, dat je over design begint, want als je naar de circulaire economie kijkt, dan zijn er verschillende pijlers, onderdelen, uh, uh, ja, echt richters uh, waar, waar richting aangegeven moet worden, waarop gefocust moet worden om die circulaire economie te bereiken. En een hele belangrijke daarin is design. Het ontwerp van een product is bepalend voor eigenlijk alles wat je daarna nog mee kan. En wat zo'n product voor, voor invloed heeft, zowel economisch als, uh, als op het milieu bijvoorbeeld. Um, nou ja, om een voorbeeld te noemen: ongeveer 80% van de uitstoot waar een product verantwoordelijk voor is, wordt bepaald door hoe het ontworpen wordt. Met andere woorden, als je het niet op een, op een juiste manier ontwerpt aan, de aan het begin van, van hoe ga je een product ontwikkelen. Uh, dat bepaalt hoe je daar op een later moment, als het afval wordt, uh, mee om kan gaan. Dus als je daar bij het ontwerp niet bij stilstaat, uh, ja, dan is het ook niet zo gek dat je met een afvalberg uh, overblijft van producten waar je niks meer mee kan. Want er is niet over nagedacht wat we nog mee gaan doen, uh, nadat we het gebruiken. Uh, en dat is ook, nou ja, dat is gelijk een van de. Redenen waarom die circulaire economie zo belangrijk is. Niet alleen vanwege de afval en het hergebruiken van die grondstoffen. Uh, maar ja. ook met die hele sterke link met bijvoorbeeld uitstoot. Uh, en vandaar dat de EU ook heeft gezegd: uh, op milieugebied hebben we twee belangrijke of twee belangrijkste pijlers, naar mijn mening. Uh, op één staat toch denk ik wel, uh, wel CO2 en uitstoot vanwege klimaatverandering. En op nummer twee staat uh, het behalen van circulariteit. Circulair worden bij, uh, uh, in 2050. Ja omdat je die twee niet, ja, je kan het niet los van elkaar zien. Die ja. twee zijn zo vervlochten ja. uh, dat je dat echt nodig ja. hebt om die doelen ook te halen. Als, je, als, je die als, als het circulair gebruikt wordt, dan wordt er natuurlijk niet meer van geproduceerd, waardoor de uitstoot dan teruggedrongen gaat worden. Precies. Ja. Nou, dat is, uh, dat is, dat is een, een logische conclusie. Ja. Hey, kijk, ik zit uh, nog even te denken: van nou weet je, uh, bedrijven die horen dit. En nou, wanneer ze uh, horen van uh, ja, weet je, je hebt het over ontwerp, daar houd ik me helemaal niet mee bezig. Dat uh, lijkt me denk ik een iets te makkelijk getrokken conclusie. Want waar ik aan, aan, aan denk nu is van, nou kijk, ook al ontwerp je geen producten, je koopt ze wel in. Dus dat is ook een, een stap van, die, van, van het onderzoek dat, uh, dat procurement kan doen. Van oké, okay, weet je, als ik, uh, ik, ik heb ambities om uh, te beginnen met die circulaire economie, dus mijn inkoop, die zal wel echt moeten letten op, oké, okay, nou die producten, hoe zijn die dan ontworpen? Hoe kan ik die dan later gaan recyclen? En dat gaat in de toekomst ook nog wel voordelen leveren. Want wellicht dat, de, dat, de, uh, dat jouw capital expenditures lager zullen zijn. Of dat je uh, de producten voor, voor meer kan verkopen, omdat ze makkelijk uit elkaar te halen zijn. En dus die onderdelen voor, voor meer kan gaan verkopen in de toekomst. Ik zie gewoon heel veel voordelen. Ja. Ja, op, op termijn. Uh, kijk, de economie is nu zo ingesteld op dat lineaire, dat dat nog steeds uh, uh, ja, het effectiefste of het efficiëntste is op, de, op dit moment. Maar dat is gewoon geen duurzaam businessmodel op de lange termijn. Dus we moeten het anders gaan doen. We moeten het op een andere manier gaan doen. En op een circulaire manier, dat, uh, ja, dat, gaat, die waarde, dat gaat die waarde toevoegen. Nou, heel interessant onderwerp. Ik, ik zei in het begin dat ik er niet zoveel over wist. Maar je hebt me toch wel weten te prikkelen. Ik ga hier meer over lezen, Gideon. Dankjewel. Voor uh, de luisteraar wil ik graag meegeven. Vond je deze podcast leuk en luister je op YouTube? Laat dan een like achter. Luister je op Spotify of op Apple Podcast? Vergeet de podcast alsjeblieft niet te reten. Vond je deze aflevering interessant? Luister gerust naar de andere afleveringen die we hebben gemaakt. We praten over een breed scala van onderwerpen die aan alle dimensies van international trade en duurzaamheid en technologie uh, raken. Gideon, heb je nog afsluitende woorden? Nou, ik denk dat we genoeg hebben gezegd voor vandaag. Dus uh, laten we het hierbij houden. En uh, tot de volgende. Tot ziens iedereen.